Terence Gonish is de nieuwe commercieel directeur van de Surichains Bank NV. Gonish is met volledige ondersteuning van de Raad van Commissarissen, de aandeelhouders en met goedkeuring van de Centrale Bank aangesteld als commercieel directeur. Hij geeft tegenover ons een nieuwsdienst aan het een eer te vinden de bank te leiden naar grotere hoogten. Wat het betekent om als commercieel directeur van de Surichains Bank te kunnen fungeren. Het is natuurlijk een hele eer om leiding te mogen geven aan een financiële instelling in Suriname. Wij kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de verdere verbetering, verdere modernisering van het financieel systeem in Suriname. En dat doen we met alle graagte. We zullen de komende tijd dan ook een beleid voeren waarbij we ons organisatie institutioneel versterken. Dat wil zeggen dat we gaan investeren in onze mensen en onze systemen en onze regelgeving. Met de bedoeling dat we onze dienstverlening beter kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van de samenleving. En daarmee dat wij samen met die samenleving verder kunnen gaan groeien. Gonish neemt het roer over van Herman Vijsselman, die per 15 juli met pensioen is gegaan. Gonish is ook waarnemend directeur van de bank. Hij is geen onbekende in het Surinaamse bankwezen en heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan bij zowel Nederlandse als lokale banken.